Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Paardenpraat TV. Het is bijna oud en nieuw en dat betekent dat we weer vuurwerk mogen afsteken. Superleuk natuurlijk, maar voor je paard is het niet altijd even gezellig. Daarom ga ik je vandaag vertellen hoe je je paard het beste tegen de gevaren van vuurwerk kunt beschermen. Mijn eerste tip is, zet je paard op Oudjaarsdag niet meer buiten. Veel mensen steken namelijk de hele dag door vuurwerk af en trekken zich niks aan van de regels. En dat kan best gevaarlijk zijn, want je paard kan dan op hol slaan. Je kunt er wel rijden of longeren of met hem wandelen, zodat je even een oogje op hem kunt houden. Mijn volgende tip is, geef je paard niet in één keer zijn avondeten op Oudjaarsavond, maar doe er 2 of 3 keer over. Zelf geef ik om 11:30 nog een keertje hooi, zodat ze iets te knabbelen hebben als buiten het vuurwerk begint. Zet muziek aan in de stal. Nou, zoals dit. Of dit. Of natuurlijk deze, dat is ook leuk. Dat kun je eventueel 's ochtends al doen. Zo heeft hij wat minder last van de herrie en heeft hij een beetje afleiding. Zoek een maatje voor je paard. Als je je paard alleen hebt staan, is het fijn als je een maatje voor hem kunt vinden. Want met al dat geflits en geknal buiten kan hij wel wat steun gebruiken. Kijk na 12 uur even hoe je paard erbij staat. Zoals het geflits en het geknal al is begonnen. Als je paard gewoon rustig in zijn stal staat, is er natuurlijk niks aan de hand. Maar als hij wat zenuwachtiger is, kun je hem wat hooi geven of hem afleiden met een beetje muziek of door hem even te aaien. Haal hem er liever niet uit, want de kans bestaat dan dat hij nog zenuwachtiger wordt of er zelfs vandoor gaat. Controleer op 1 januari, voordat je paard naar buiten gaat, even je weiland. Want het kan natuurlijk zijn dat er een stuk verdwaald vuurwerk ligt wat er niet thuis hoort. En het is gevaarlijk als je paard dat per ongeluk opeet. Dit is misschien een beetje een overbodige tip, maar neem nooit aanstekers, vuurwerk of sterretjes mee naar stal. Niet alleen omdat daar zoveel brandbare spullen zijn, maar ook omdat heel veel paarden bang zijn voor vuur. Nou, mijn allerlaatste tip is een bijzondere, want er bestaan namelijk speciale oordoppen voor paarden. Je kent vast wel die kleine gele oordopjes van mensen. Nou, die heb je dus ook voor paarden, alleen dan zijn ze zo groot. Die kun je vinden in de ruitersportzaak. Je paard moet er alleen wel vaak eventjes aan wennen, want het is natuurlijk gek dat hij ineens van die dingen in zijn oren heeft. Let er alleen wel op dat je niets anders in zijn oren stopt dan speciaal daarvoor bestemde oordoppen. Nu weet je hoe je je paard kunt beschermen tegen vuurwerk en zelf toch nog een beetje van de avond genieten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en een veilig nieuwjaar. Doeg! Even in de camera. Laat even zien hoe knap je bent. Oeh.